Hoi, ik ben Luc, ik ben 10 jaar. Ik ben Mart, ik ben ook 10 jaar. En wij zijn de Oerreporters. Wij zijn hier bij het Veenpark en we hopen hier iets leuks te leren. En veel te ontdekken. Let's go. Hey, hallo, wat leuk dat jullie er zijn. Wat kunnen we hier allemaal beleven? Nou, het zijn eigenlijk allemaal verhalen van het veen, over het veen en waar we turf van maken en de mensen die dat doen. Meteen in de toegangshal staat de eerste radio. Als je aan de volumeknop van de radio draait, dan krijg je van Geert of Lieske uitleg en de opdrachten. En daarnaast is er natuurlijk van alles te zien in het park, van alles te beleven. Je ziet hier de plattegrond met Geert en Lieske. Aan de andere kant is schoolbordje. Bij het een en ander op winkelvel. Veel plezier. Zo te zien is licht op groen, dus we mogen naar binnen. Ik ben wel benieuwd waar ze meteen uitkomen. Ja, het lijkt me ook wel vet om te zien hoe ze natuurlijk ook vroeger leefden. Hopelijk kunnen we ook nog even een trekker vinden. Ja. Kijk, dit was een plakgoed. En die maakten ze dus ook zelf van stukken turf. Perfect. Kijk, wow. De stapelbedden. De theepot. Daarop zitten. Nog gordijntjes en bloemetjes. Lamp. Een oude lantaarn. Blijkbaar maakten vroeger dus ook al pannenkoeken en dat doen ze dus zo. En dat kan je dan van alles opdoen, spek, maar om. Kijk, hier heb je de klompenmaker. En dat was dus blijkbaar een heel goed broe vanaf de 16e eeuw. Wat doen we lekker wel, de klompen kon lopen. Hé, hey, wij gaan op zoek naar de letters. En die is dus binnen in dit huisje. Oké, we gaan dus nu zoeken. En we hebben hem volgens mij nou gevonden. 3000 turf geladen. Hey Mart, volgens mij was het ook nog de letter U bij de brugwachter. Echt? Ja. Oh, die strip ik dan even aan. Wat is eigenlijk uw taak hier in dit dorp? Zorgen dat de mensen zich gedragen op straat, dat ze aan de goede kant lopen. En bij de brand regel ik het verkeer op de brug, dat soort dingen. Eigenlijk dus echt wel een van de hoofdtaken. Ik ben een van de belangrijkste mensen in het dorp. Oké, nou bedankt voor de aandacht. Graag gedaan. We zijn hier bij de snoepwinkel en daar gaan we iets kopen. Hallo. 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 Mogen wij 5 schuimblokken en nog maar een paar schoolkrijtjes? Dankjewel. Doei. Doei. Hallo, ik ben hier net met de trein gearriveerd en ik ga hier dus dadelijk turf stapelen. Het zal turf is van die blokken en die moet je dus een toren bouwen. Nu moest je de hoogste stapel bouwen, we hebben helaas niet de hoogste score. 1 meter. Hallo, de Oerreport is hier. Ik vond het vandaag erg leuk. Hier allemaal mooie bootjes gezien. We hebben turf gezien, wat ik nog niet wist. En aardiger is de snoepwinkel. Ik vond het ook leuk. Heel leerzaam, ik heb veel geleerd. Het was heel gezellig, het was leuk. Vooral de trein was leuk en de snoepwinkel. Ja, ik vond het uiteindelijk ook wel een 8,5. Nou, doei! Doei!